Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. We hadden vandaag te maken met veel bewolking en daaruit viel van tijd tot tijd regen. Een paar opklaringen komen vanaf de Noordzee dichterbij, maar die stellen weinig voor. En boven Engeland ligt alweer een front met nieuwe neerslag en die trekt vanavond over het land. Op de radarbeelden zien we de neerslag van vanochtend met name. Daar kon het ook af en toe hard regenen. In de middag werd de radar grotendeels droog, maar toen viel er nog wel motregen, wat de radar niet zo goed kon zien. En later vanavond krijgen we dus met nieuwe regen te maken. We verwachten daardoor een drukke avondspits. De regen en het slechte zicht zullen ervoor zorgen dat de files een stuk langer worden. De meeste regen valt echter in de avond. Dan kan het af en toe weer flink plensen en ook een klap onweer is mogelijk. Temperaturen zo tussen de 3 en de 6 graden. Een winterse neerslag verwachten we dan nog niet. Wel veel wind. aan zeewindkracht 7, af en toe zelfs stormachtig windkracht 8. En daar horen dan ook behoorlijke windvlagen bij in de kustprovincies. In de nacht daalt de temperatuur naar 1 tot 3 graden en dan wordt ook de lucht boven ons hoofd wat kouder. Daardoor kan er wat vaker hagel of natte sneeuw bij zitten. In het oosten misschien zelfs ook even droge sneeuw. Grote hoeveelheden verwachten we niet, maar het kan wel op een enkele plek waar een felle bui valt toch even wit worden en dus ook glad. Daar hebben we ook morgenochtend tijdens de ochtendspits last van, dus ook dan zal het weer flink druk worden op de weg. Daarna nemen we de winterse buien in de middag geleidelijk af en dan breekt de zon vaker door. En dan ziet het weer wel te veel vriendelijker uit. De wind neemt ook een fractie af en met 4 tot 6 graden is de temperatuur morgenmiddag normaal. Kijken we dan verder vooruit, nou, dan zien we in ieder geval op elke dag dat er ook een zonnetje bij staat. Het worden geen stralend zonnige dagen, maar het grijze weer raken we wel een beetje kwijt. Op alle dagen nog wel kans op een enkele bui, maar uh, zeker geen verregende dagen temperaturen blijven rond de 4 tot de 6 graden uitkomen. En de wind neemt wat in kracht af. Dus al met al best redelijk weer. En hoe zit het er dan uit voor de sneeuwliefhebbers? Nou, gewoon eigenlijk niet zo best. Morgen heel misschien dus een enkele winterse bui. Dat zien we dan nog in het hoge percentage. Ook zaterdag een lokaal wintersbuitje, Maar het telt allemaal weinig voor. Richting de kerst geen indicatie op winterweer. Dus ik ga uit van een groene kerst. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.